Oké, jongens, aflevering 4 alweer. Voor jullie eigenlijk 3, want ik ben 1 heel slim kwijt weten te raken. En ik heb enig idee waar we naartoe moeten nu. En dat wil ik ook zo snel mogelijk zien te fixen. En ik ga nu nog niet beginnen, want anders word ik straks nog door midden gehakt. Maar oké, ik hoop dat jullie van mijn gegil gaan genieten. En veel kijkplezier. Hoi. Slip out before dinner was done. Auw. Run, motherfucker! Oké, dan ren je niet. Auw. Auw, auw, auw. Waarom kan ik niet rennen? Nee, ik wil geadopteerd worden door een andere familie. Doei. Ik heb hier geen zin in, kerel. Hatch, hatch, hatch. Wat? Just use that shit. Sneller, ga open, kreng. Oh, kom maar zo langzaam, please. Ga open, ik wil je in. Kom, 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 kom. Oh mijn god, dat gaat automatisch dicht. Oh, bedankt, oh, bedankt, oh, bedankt. Ben ik blij dat... Oh, dat dat ding in één keer automatisch dicht gaat. Oké, we zijn nu veilig. Hoop ik. Oh mijn god, komt hier vandaan. Oh my god. Wie zet hier nou een telefoon neer? You did good, Ethan. Hoe wist je dat ik hier ben? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. Weet je wat? Stuur gewoon een hele politiemacht hier naartoe. Dat is misschien iets voordeliger en iets handiger voor mij. In plaats van hier als tussenstukje maniakken rond te lopen en hopen dat ik ergens naar buiten kan. Terwijl er gewoon eigenlijk een voordeel hier vlak dichtbij moest zijn. Sterker nog, ik heb een aantal ramen gezien waar ik erheen kan. Maar ja, we zijn Ethan en Ethan wil nergens naar buiten toe. Want Ethan, die houdt van dom zijn en om dood te gaan. I don't know. Fuck, nee. Dit meen je niet. Echt niet? Oh my god. Shit. Sir, do you live here? I mean, is this... Nee. What? Me? No. No. He's dead. Now we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Calm down. He's dead. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons called. You're the next one. And I rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now, that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Dat is de meest domme opmerking die je in je leven kan maken. Officer, meneer de politieagent, mag ik je pistool hebben? Right. Serieus? Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Dat is echt dat een agent zo retarded kan zijn. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now, go. Dit gaat ook echt werken, dan iemand een schep. Ik zweer het je. Oh, oh. Nice. Nice. Let's eat. Freedom! Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Nummer, daadwerkelijk, is Ethan zo'n idioot? Oh, we're fucked. Oh my god, that's gross. Het is altijd de zwarte die als eerste sterft in het spel, hè? Hey, stab him! 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 Shoot him! Shoot him! Shoot him! Shoot him in the head! Kom op, hoeveel kogels kan iemand hebben? Please! Auw, kerel! Dat is niet normaal meer! Stab him, stab him, stab him, stab him, stab him, stab him. Nou, ja, eigenlijk wel. Auw, auw. Oeh, Zidaantje. Oh shit, I'm so fucked, I'm so fucked, I'm so fucked. Please, ga dood. Kerel, sterf. Auw, kom op, kom op. Auw, 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 auw. Oeh. Oeh, Conor McGregor. Nee, 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 maat. Je gaat me niet doodmaken. Oh, ja, dat helpt echt heel... Auw! Auw! You got yourself a...
Kerel, sterf! Oh mijn god! Ah nee! Auw! Ik ben bang! Oh my god! Helpie! Auw! Auw, kan ik in die auto? Oké, nu niet meer. Wat? Hè? Ik snap je niet, kerel. Wat ga je doen? Oh, nee! Dat is een klassieker! Wat doe je ermee? Oh mijn god. Meneer, ik hoop dat deze goed verzekerd is. Nee, dat ga je niet, dat ga je niet. Auw! Bitch! Nee! Dag het niet, maat! In je achterlijke pyjama. Get stabbed! Nee, blijf wel, sta weer aan, maar toch niet, lul! Oké, misschien wel! Holy shit, dit ding kan er best wel... Wat? Nee! Oh, spatie werkt natuurlijk niet. Spatie werkt natuurlijk in dit geval niet. Oh, fuck my life. Wacht even, stond er nou uit? Nazi teken op? Oké. Please, staat de car? Oh, wauw. Wat? Met de linker muisknop? Fuck you. Oké, dit hebben we nooit meegemaakt. Met de linker en rechter muisknop accelereren. Nou. Tell me. Maar dit heb ik echt nog nooit gezien. Is je dood? Zo te zien wel. Kan ik hier uit? Oh, nee. Hij is niet dood. Oh, fuck. Shit, naar buiten. Oh, ik heb geen controle meer over. Of wel? Let's finish this, you and I. Oh shit. Oh nee. Oh! Dit moet hem zijn schedel gekost hebben. Het heeft hem niet zijn schedel. Oh mijn god, dat was een close call. Is hij dood? Nee, hij is niet dood. Fuck me. Hij is niet dood. Tuurlijk niet. 127 messteken en 12 kogels hebben natuurlijk ook niet om het leven gebracht. Hij daarentegen ziet er niet erg levendig meer uit. Oké, die is er geweest. Ja, die is dood. Hij is niet dood. Fuck me. Shit. Dat doet pijn. Oh, dat worden brandwonden. Oh, dat wordt echt een brand. Oh, kerel, ik denk dat jij wel plasjes nodig hebt. Ja, jij hebt wel plasjes nodig. En wat tijgerbalsem. Of neem je dat vaseline? Dat is goed tegen brandwonden. Dat schijnt echt een wondermiddel te zijn, meneer. Nou ja, 1 dood. 3 te gaan. Helaas. Oké, flauw idee wat het is. Anyway. Die rijdt niet meer. Dat weet ik nu al wel. Nice. Kan deze deur open? Tuurlijk niet. Holy shit, mijn schaduw. Pixel stand op. Oeh. Kun je naar boven? Do I have your attention, boy? You're about to see some wonderful. Fuck! What the fuck, guys? Oké. Oh, ik kan nog wel steeds 4 kool. Oké, dat vind ik knap. Oké, oh mijn god, dat betekent dus dat hij niet dood is. Dat was een losse flodder. Of wat dan ook. En toch vind ik die kerel een stuk minder beangstigend als Mia. Maar goed, iedereen weet ook hoe eng boos vrouwen kunnen zijn, dus ja. Anyway. Oh mijn god, die aderen. Huh. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. Nee, het is je vader of het is niet je vader. He's dead now. You
just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. Ik sta vlakbij een deur, dus dat zou op zich geen probleem moeten zijn. Op zich. Maar ja, ik ga je nu vertellen een of andere idioot straks achter me staat. En fuck off, die deur is dicht. Tuurlijk. Waarom niet? Oh my god. Oh mijn god. Ik wist het. Ik wist dat ze niet dood was. Tape. Tape, 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 tape. Yippie, horror. Wacht, dit is het hele spel natuurlijk. Anyway, oh jee. I don't like this. Even please watch this, oké. Okay. Tuurlijk. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Juist. Oké, nu moet ik zelf lopen, oké. Fijn, ik had even gehoopt dat we even op een cutscene moeten gaan zitten. Waar ik niet een hartaanval zou gaan krijgen. Maar dat zou helaas wel niet weer het geval zijn. En mijn Nederlands is weer op ten top. Goed, dat bedoel ik dus. Oh, natuurlijk, deze deur gaat dicht. Fijn, ook nog eens een slechte kwaliteit beeld. Heerlijk. Mami, oh god, je had toch niet vertellen dat ik een zwanger heb gemaakt, hè? Oh my god, nee. Luister, Mia, ik ben veel te jong om ouder te worden. En ik heb hier totaal geen zin in. Weet je wat, we lopen nog trouwens dieper het enge huis in. En ik heb het idee dat hier me... deserve this except open my home and feed you. Dit gaat makkelijk. Oké, ik blijf staan. Ik blijf staan. Oké, oké, oké. Overstaan, slam. Slam, stem. Oké, dit is dus niet wat ik moet doen. Niemand die me ziet. Niemand die me ziet. Ook nog geen schaduw. Waar is mijn schaduw eigenlijk? Lol, ik heb geen schaduw. Of is die... Oh, nee, wacht, die is hier natuurlijk. Oké, oké, okay, ik moest nog even het... checkpoint triggeren. Oh, alsjeblieft, laat het werken! Oh mijn god, oh mijn god, laat het werken! Oh, ik ben zo verschrikkelijk bang! Ga nou niet in je zoon lopen praten als dat wijf eraan komt, alsjeblieft! Oh my god! Ik durf niet te kijken. Ik durf niet te kijken. Alsjeblieft. Dit is niet goed, hè? Dit is niet goed voor mij. I don't understand you at all. This is a gift. Oh my god. We just fucking survived. Oh mijn god. Fuck, ze komt hier naartoe. Fuck. I don't know what you want to do with that boy, Ethan. Fuck. Triootje! Ja! Ik weet het nu al. Oh ja! Ze had dit echt beter moeten spellen. Dit is nou niet het triootje waar ik zat te wachten. Maar dat had het wel kunnen zijn, jongens. Ah, dat is de dream van... De droom van Ethan in ieder geval. Ook al weet ik niet hoe... Zo hij eruit ziet. Misschien wel een heel dik wijf, weet je wel. Met enorme spleettanden. En ze is zwak begaafd. Maar oké. No, no, don't come over here. Dat kunnen we maar op één manier achter zien te komen. En oh, fuck my life. Fuck my... Oh, mag wat? Nee, 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 nee. Fuck you. Ah, nee, dat kan niet vechten. Oh my god. Oh. Leven is niet eerlijk.